Nou, dan weten we dat dus. Oh ja, dat moet ik volgens mij zeggen als de opname al gestart is, hè? Dus de opname is gestart. Everything you say will be recorded. En wordt rechtstreeks gedeeld met... alles en iedereen. Alles en iedereen. En voornamelijk Google. Voornamelijk Google. Dus dan weet je dat. Oké, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Dit is weer onze maandelijkse meeting die we elke 4 weken doen. Voor de goede orde. En ik weet niet, heeft iedereen de agenda gezien? Heeft iemand daar nog toevoegingen op? Missen we nog iets? Nee? Oké. Nou, we doen altijd even een voorstelronde als we nieuwe gezichten hebben. Ik denk als ik... Maar ik moet even in mijn geheugen ook graven. Volgens mij zien we Hans en Bart voor het eerst hier. Ja, dat klopt. Ik neem voor het eerst deel. Ja, zou je even kort jezelf kunnen voorstellen, Hans, en waarom je hier bent? Ja, mijn naam is Hans de Brake, ik werk voor Qli. En ik ben hier omdat ik steeds meer behoefte heb aan integratievoorzieningen die anders en sneller zijn dan de mogelijkheden die met mij voorziet, zal ik maar zeggen. Ik had bijna gezegd niet. Ja. Oké, thanks, welkom. Bart? Ja, goedemorgen, Bart Rinks. Productowner bij Comel. Volg jullie initiatief al een tijdje. Offline. En we hebben Mark al een paar keer gesproken. En er was denk ik nu tijd om iets actiever deel te gaan nemen. Dus dat is in de vorm van mij een stukje functioneel. Maar ondertussen zijn ook al developers bezig geweest met een hackathon. Een stukje IRMA proeven en toestemming. Ja, ik denk een goed initiatief met veel mogelijkheden. Nou, top. Mooi dat je ook nu aansluit. Volgens mij is Yvette, ik weet niet wie Yvette is, heel eerlijk gezegd. Het is natuurlijk een open meeting, dus weet of Yvette ook audio heeft en zich nog even kan voorstellen. Nee, denk ik niet. Dan mocht je ons wel horen en je zoekt nog naar de audio optie, die zit links onderin in Zoom. Daar zit zo'n microfoontje en daarnaast kan het zijn dat je soms zo'n pijltje omlaag moet klikken om even het juiste invoerapparaat te kiezen. Net zegt net in de chat hier geen audio. Oké. Okay. Zij heeft geen audio. Zo hoort ons dus ook niet. Oh, oké. Okay. Dat weet ik niet. Ja, dat nou, kan ik niet zeggen, helaas. En Edo is volgens mij ook voor het eerst hier. Edo? Ja, ik zit even unmute. Ah, yes. Goedemorgen. Ja, kijk, nee, mijn internetverbinding is niet fantastisch. Maar we horen je prima. Maar ik sluit wel graag even aan. Ja, wel voor het eerst in deze meeting. Natuurlijk niet voor het eerst betrokken bij Nuts. Nou ja, even voor de anderen vanuit Pinkerpaar Healthcare. Hebben we ook al een aantal events gehost. Of een meetings gehost. En meestal sluit Giel Smit aan. Maar die was vandaag verhinderd. Dus vandaar dat ik eventjes meeluister. Oké, helemaal goed. Welkom. En ik zie nu net Hugo ook nog binnenkomen. Goedemorgen. Je hebt hier al vaak geweest, Hugo. Dus... Ja, ja. Check. Oké, okay. De agenda. Nou, we hebben wat te vieren. Dacht, laten we daar eens mee beginnen. We hebben namelijk een landelijke infra die draait op je laptop. Yeah. Nee, de afgelopen weken druk bezig geweest. Hè, dus wat er eigenlijk op de hackathon gebeurd is, zit nu in Docker Images. Dus je kan, de ontwikkelaars kunnen in principe, als ze de handleiding op... onze documentatiesite volgen. In principe de hele infra op de laptop opstarten. En dan krijg je 3 nuts nodes. En dan kan je in principe hetzelfde doen wat er op de hackathon ook gebeurd is. En zelf gaan we dit intern ook verder gebruiken om te kijken of alle componenten goed met elkaar communiceren. Dus het is wel, volgens mij is het uniek dat je een infra die bedoeld is voor landelijke gegevensuitwisseling, dat je die op je laptop kan draaien. Dus wij zijn daar heel erg blij mee. Cool. Cool. En dat is misschien ook wel, ik ben benieuwd naar wat reacties misschien van de anderen hier. Ik weet dat ik was zelf woensdag was ik bij de VWS leveranciersbijeenkomst. En omdat we onderdeel waren van een van de paneldiscussies in de middagsessie. En toen kwam ook een vraag uit het publiek van ja, dat nuts, ik hoor dat nu al een tijdje, maar ik hoor ook van VWS dat duurt allemaal nog wel even en dat schiet allemaal niet op. En ja, Tim had volgens mij wel netjes staan. Oh, Tim, je zit helemaal niet in beeld. Tim is ook aangeschoven, die is daar.
Ja, goedemorgen. Hey, volgens mij heb je dat netjes beantwoord. En volgens mij, jouw opmerking is ook wel goed, Wout. Want dat is wat we nu volgens mij met elkaar ook gewoon kunnen gaan roepen. Je kan wel gewoon beginnen nu. Dus je hoeft niet te wachten. Sowieso, als er nog dingen zijn die je mist, laten we het daar gezamenlijk over hebben. Het is open source, we kunnen dat samen beter maken. Maar we hebben nu een soort basis staan, waardoor je met je eerste use case aan de slag kunt. En dat is volgens mij wel een mooi signaal nu naar alle partijen. Of je nou leverancier bent, of zorgorganisatie, of belangenbehartiger. Je kan er gewoon mee aan de slag. Volgens mij, Hans, wat jij net ook zei in je intro, soms zoek je gewoon mogelijkheden die misschien ook buiten allerlei andere stelsels om toepasbaar zijn. Nou, volgens mij hebben we daar nu, hebben die nu beschikbaar. Ja. Ja, dat is ook een mooie basis om, om verder uit te werken naar een landelijk testnetwerk. Of dat we netwerken kunnen opzetten tussen leveranciers voor allerhande proeftrajecten, inzichtregelingen en noem maar op. Waar je alleen maar hoeft te bewijzen dat iets werkt, waar het nog niet echt hoeft te werken. Ja. Hoe leeft dit bij jullie? Wil iemand er iets over vragen, nog toevoegen, zeggen? Het zou mij helpen. Het zou ook jullie helpen, omdat we in verschillende inzicht- en proeftrajecten zitten. Waar we dan steeds weer suboplossingen kiezen per leverancier, omdat met mij nog niet zo ver is, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus je wil ergens wat laten zien in een omgeving, in een driehoek noem ik het steeds. Twee zorgorganisaties en een patiënt of een burgeromgeving. En die moment dat je dan ergens wil connecten of ergens wat in samenhang wil laten zien, is het steeds lastig en zijn er steeds individuele overleggen met leveranciers nodig en specifieke inrichtingen. Daarmee zou denk ik een landelijke testvoorziening tussen leveranciers, dat zou enorm helpen. Oké. Okay. En heb jij dan ook al partijen op het oog waarvan je zegt, daarmee zou ik dat wel willen doen? Ja, for sure. For sure. Oké. Okay. Ja, dus steeds de partijen waarmee ik in driehoekjes functioneer. Oké. Okay. Ja, dus wat goed bij het vermelden is, hebben we met mij en met de architect ook een aantal keer overleg gehad over de alternatieve authenticatieflow. Hoe geef je nou je BSN af en hoe ga je daarna identificeren? Mm-hmm. Want dat is momenteel nog niet ingebouwd. Dat willen we, laten we zeggen, eind van dit jaar eigenlijk wel gereed hebben. Want momenteel zit het voornamelijk gefocust op toestemmingen die tussen twee zorgorganisaties gebouwd kunnen worden om gegevens uit te wisselen. Dus dan heb je die twee en die derde, die moeten dus nu nog bij. Ja. Ik denk voornamelijk vanuit de rol van de burger, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, dus volgens mij, daar hebben we het ook al over gehad met elkaar. Ik weet dat in de sessie toen we met mij zijn geweest, een paar weken geleden, dat zij ons ook vroegen van wat zouden jullie willen, leveranciers? Dus nou ja, weet je, volgens mij als leveranciers aan de PGO-kant willen we heel graag die data van de zorgorganisaties kunnen gebruiken. De leveranciers van de zorgorganisaties erbij waren, zeiden wij willen dat best wel graag delen. Alleen we zien een aantal obstakels om dat nu via de hoepeltjes van met mij te gaan doen. Gegeven het doel wat we samen willen bereiken, mogen daar ook alternatieve middelen voor gebruikt worden. En toen zei Mark Elsgeest van, nou ja, daarvoor hebben we die proeftrajecten. En dan kan je gewoon een plan voor indienen. En dan kan je gewoon doen. Waarop ik zei, dat is op zich wel heel leuk. Alleen welke garantie heb ik als leverancier, als ik de hele investering ga doen, dat straks ook onderdeel kan worden van het afsprakenstelsel. Want even, we weten ook met z'n allen dat de hele funding en subsidie zit op dat stempel. En als je dat stempel dus niet hebt, gaat het voor zorgorganisaties misschien lastiger worden om er prioriteit aan te geven. En dus ook misschien lastiger voor leveranciers om dat ook prioriteit te geven. Dus nou, volgens mij heeft hij wel een soort opening geboden van dat afsprakenstelsel, dat zit niet in beton gegoten. Dus als er oplossingen zijn die bijdragen aan de doelstelling van met mij, dan willen wij zeker overwegen om dat mee te nemen dan. Nou, ik neem aan, als de verschillende partijen er een business case van kunnen maken, dat er buiten met mij om dingen gaan gebeuren. En volgens mij moet je op een gegeven moment ook wel. Dat ze er als kippen bij zijn om er wel een leveltje aan te kunnen hangen. En ik moet zeggen, daar ben ik ook wel weer positief over, want er is wel goede wil. Hè? We zaten daar ook met Ivido was erbij, Giri Medica, Nedop.
Ja, weet je, dus partijen willen volgens mij wel. Dat is volgens mij het hele probleem niet. Dus volgens mij, ja, wat jij ook zei, Hans, organiseer het. Vind dan twee andere partijen, leveranciers, die mee willen doen. En gebruik de nutstech en de kennis en expertise die we samen hebben opgebouwd om dat te gaan doen. Ja, dat lijkt me ook. En bovendien, we moeten ook meer en meer omgekeerd denken. Hè? Dus je gaat uit van de zinvolle use case, de daarbij behorende business case. Dan maak je de functionaliteiten en vervolgens denk je nou over uitwisseling. En in die uitwisseling zou één of meer met mij berichten kunnen zitten, maar ook anderen. Exact. Dus waarom zou je in een use case alleen baseren op met mij berichten? Mijn ervaring is dat ik helemaal geen zinvolle use case kan bedenken die louter bestaat uit met mij berichten. Bijvoorbeeld een push ter notificatie heb je altijd nodig. Of bijna altijd nodig. Die zit er gewoon nog niet in. Dus voor elke zinvolle use case heb je wel andere berichten of andere technieken nodig. Ja, en dat zou met mij ook moeten herkennen dat je, laten we dan zeggen, gedurende een opstartperiode van een aantal jaren ook altijd aanvullende dingen nodig hebt. Of dingen die nog niet in de standaard zitten. Ja. En dat geldt uiteindelijk ook voor identificatie. De dingen die ik nu heb ingebouwd, of die wij nu hebben ingebouwd voor het identificeren van mensen, dat draait al jaren. Ja, en dat is niet wat met mij beoogt. Dat is denk ik helder. Oké. Nou, mooi. Jij gaat ermee aan de slag. Hoe zit het bij de andere aanwezige leveranciers? Want dat is eigenlijk meteen een mooi overloopje naar puntje 4. Wie wil er een use case gaan ondersteunen? We hebben het ook al vaker over gehad met elkaar. En we snappen heel goed dat je ergens wil je een soort basis hebben voordat je daarmee aan de slag gaat. Bart, jij zei in de intro volgens mij heel mooi van, nou, we hebben daar nu wat technische ervaring mee opgedaan. We zijn sinds kort wat actiever aan het meekijken. Wil je daar iets over zeggen? Ja, nou, ik denk dat de meeste mensen hier aan tafel hetzelfde denken. Als software-leverancier in de zorg, een van de belangrijkste dingen is het proces rondom je cliënt te ondersteunen. Dus daar zit gewoon eigenlijk alle mensen, alle medewerkers om die cliënt heen. Dus de richting waar dit op gaat is denk ik gewoon heel positief. Daar is niet meer de vraag of je dit gaat ondersteunen, maar hoe en wanneer. Als je kijkt naar ons, zijn we nog met een paar grote projecten bezig. Dat betekent gewoon dat we later dit jaar echt gaan investeren in een stukje software en de eerste dingen gaan bouwen. Maar nu in de zomer nog niet. Want het is nu nog een stukje inventarisatie, meekijken, misschien op sommige stukken een beetje meedenken om later dit jaar te gaan investeren. Oké. Okay. Misschien een heel praktisch, Bart, de vraag. Hè? We weten natuurlijk allemaal van, jullie zijn actief in de VVT. Er is natuurlijk die inzichtregeling. Daar heb je de PGO, overdracht en medicatiemodule. Ik heb toevallig gisteren volgens mij op LinkedIn nog aan Ron Roosendaal gevraagd of nu bekend is welke inschrijvingen gegund zijn. Want ik weet het eigenlijk nog niet. Alleen in Arnhem weet ik het, omdat we daar als Nederland actief zijn. Weten jullie of je ergens al bij een mogelijke proeftuin betrokken bent? Wij zijn nog niet betrokken. We zijn nog niet betrokken bij een proeftuin. Weet je nog niet? Nee, okay. We zijn ook gewoon nog niet betrokken bij een proeftuin. Oh, oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Mark, hoe is dat voor jullie? Mark Meermans? Ja, ik heet ook Mark, dus dan voor de verwarring. ben ik hoorbaar? Ja, zeker. Ja. Mark van de Heer. Ja. Het werkt. Ja, zeker. Ik weet het nog niet. Okay. Er is nog geen helderheid door. In ieder geval, we zijn gewoon deelnemer en we volgen alles. We hebben ook al wat ideetjes, wat integratie van de nutsfunctionaliteit betreft. Maar het is nog allemaal fluïde, nog niets concreets. Hebben jullie daar nog hulp bij nodig op de een of andere manier? Als je zegt van, ik heb meer informatie, meer kennis. Het kan helpen. Misschien nog eens een keer samen zitten. En dan even de plannen op elkaar afstemmen. Het probleem is dat nu ook de vakanties eraan komen. En we hopen na de vakantie echt stappen mee te maken. Maar zoals gezegd, er is nog niets concreets. We zijn nog dingen aan het aanvoelen. Oké. Nou, het is puur om aan te geven dat ik denk dat, nou ja, we zijn met steeds meer partijen in deze community die allemaal best wel verstand hebben van hun eigen software en ook van de gebruikers die ze faciliteren en de processen die daar leven. En dat er best wel veel kennis is om met een klein groepje partijen een bepaalde use case
te verkennen, zeg maar. Precies. En na te denken over wat is daar dan voor nodig. En dat we ook gezamenlijk, nou ja, ook nu steeds meer technische kennis hebben van wat de mogelijkheden zijn. Dus nou, voel je in ieder geval vrij om dat soort dingen volgens mij met elkaar te delen op Slack of op andere kanalen. Volgens mij zijn er altijd partijen die je daarin willen helpen. Qua use cases, we gaan binnenkort nog een verkenning doen met NEDAP, volgens mij Nexus, Pink en nog een partij binnen de GGZ. Over de crisis. Voor de crisiskaart. Dat is goed. Ja. En dat is wel een leuke use case. Dat is eigenlijk je hebt een bewijs in de fysieke wereld. En je wordt onder de brug gevonden met een overdosis of wat dan ook. Het noodpersoneel dan ook via die crisiskaart kan zien waar je zorg krijgt. Ja, en dus dat is wel mooier. Ik ben daar ook mee bezig. Ik heb ook contact met het bestuur van die. Om te zeggen, laten we die crisiskaart nog opslaan in de TGO. En ook de hulpkaart die men aan het ontwikkelen is. Hè, komt een tweede kaart. Mooi. Laten we die nog opslaan in het PGO. En laat de gebruiker van het PGO zeggen met wie die de crisiskaart wil delen. Ja, zeker. Dat is precies wat je wil volgens mij. Crisiskaart Nederland heb je het dan over, of niet Hans? Ja, ja zeker. Volgens mij gaan wij dan wel even met... Volgens mij Ruben hier heeft daar... Ja, Ruben regelt dat. Ruben Doornweert. Ik ga hem even informeren, Hans, dat jullie daar ook contact over hebben. Ja, ik wil het heel graag doen om hem op te slaan in het PGO. En dat je hem via je PGO weer ter beschikking kan stellen aan hulpverleners. Dus op het moment dat jij dat wilt. Precies. Of op het moment dat ze jou vinden op straat. Hè, en je hebt aangegeven dat mensen er dan gewoon bij mogen. Precies. Nee, dat hoef je niet aan te geven. Nou, je zou het ook nog zo kunnen doen. Weet je, die telefoons van tegenwoordig, daar kan je allemaal bij medische samenvatting. Oh ja. En je zou dan via de medische samenvatting weer toegang kunnen geven tot je crisiskaart. Dus als we jou vinden op straat zonder dat je toestemming kan geven, expliciet op dat moment, dan zou je hem ook digitaal kunnen inzien doordat je de telefoon van degene vindt en daar iets mee kan doen. Als je dus geen kaart bij hebt. En een ander idee was nog, wat ik met hem aan het uitwerken ben, is, hij is nu altijd in het Nederlands. Je zou hem, op moment dat je hem aanlevert aan een PGO, ook in meerdere talen kunnen opslaan. En vervolgens dan bij het tonen of bij het toegang krijgen, ook eerst selecteren in welke taal je dat wil. En een derde facet is nog, dat je hem veel actueler kan houden. Omdat, ja, weet je, een crisiskaart op papier, bijvoorbeeld als er iets over medicatie opstaat, dat is vrij snel verouderd. Ja, ja. Dus dat zou ik heel graag doen. Ik ken Ruben goed, hè? Oké. Okay. Jaren met hem gewerkt. Dus link maar even, dan doe ik graag mee. Ja, we geven het straks meteen aan hem door. Goed punt. Wist ik niet inderdaad, maar dat is ook heel mooi. Er zijn nog steeds meer use cases die er nu om ons heen gevonden worden, zeg maar. Dat is mooi. Oké, okay, cool. Nou, dus het zou mooi zijn als je hem in een GGZ-oplossing zou kunnen oproepen vanuit een PGO. Dat zou dan het idee kunnen zijn. Ik noteer het even voor mezelf, dat je niet denkt dat ik mijn vriendin aan het appen ben. Maar dan... Het tweede keer, zeg maar ook. Zo'n alles andere uitzending. De derde keer geloven jullie mij niet meer. Alle uitzendingen. Ja, sorry schat, want dat laat ik. Ja, dan moet ik op je vrouw bij. Als jij dan aanleiding... Oké, dankjewel. Ik even meer Ruben. Use case. Ik heb er ook een blogje over geschreven op het... Op de site van Qli. Oké. Waar ik een voorbeeldje laat zien, want ik heb zelf de crisiskaart geüpload. In mijn eigen versie van het PGO. Of in mijn eigen instantie, moet ik eigenlijk zeggen. Oké. Nou, mooi. Mooi dat we hier ook weer een verbinding vinden. Cool. Iemand anders nog iets over use cases te vragen, dan wel toe te voegen? Ik heb nog iets toe te voegen. Oké. We begonnen zijn ook op Slack verschillende channels te maken voor de verschillende use cases. Ja. Ik had er eentje voor PGO geloof ik nu gemaakt. Ja. Er is eentje voor dossierinzage geloof ik. Dus gluur ook even op Slack bij de verschillende channels wat interessante thema's zijn. Dat leek ons wel slim, omdat we niet altijd zo contacten. Precies, Hans triggert nu op een crisiskaart use case waarvan we van elkaar niet wisten dat we daarna aan het kijken waren. Dus volgens mij is dit een logische volgende die we gaan toevoegen. Nou, ja, goed punt. Hebben jullie mij een account gegeven op dat Slack? Had je al, had ik gezien. Ja, je hebt hem al. Sorry. Kom Hans. Ja, goed. De domste vraag die je kan stellen is de vraag waarop je zelf het antwoord weet. Hè? Dus, ja. ik vind dat wel de makkelijkste. misschien toch Hugo, ik zie jou zitten. We hebben volgens mij een tijdje geen contact meer gehad. Vanuit VGZ waren jullie natuurlijk ook met allerlei mooie spannende dingen bezig.
Heb jij nog iets toe te voegen als je kijkt naar use cases? Ja, ik ben even uit de lucht geweest omdat ik geswitcht ben van team. Dus, ik heb een andere vrijheid om gewoon allerlei innovatieve dingen op te zetten. En een van de dingen die ik in mijn hoofd heb is om in de tweede helft van dit jaar toch ook vanuit de verzekeraar een nutsnode te gaan als pilot neer te gaan zetten om te kijken van om daar kennis van op te doen. En om te kijken of we daar de handen voor op elkaar kunnen krijgen binnen de verzekeraar. Oké. Tof. Zou dan mogelijk zijn om vanuit je PGO inzage in het resterende eigen risico te krijgen? Ja. Ja, een ander ding. Met mijn beperkte kennis van Nuts is het niet zo dat Nuts het systeem van een provider ontsluit, zeg maar, hè? Maar gebruik maken van de endpoints die er al zijn. Mm-hmm. Ja. Klopt. Ja, we zijn eigenlijk hebben we dat al klaar. We hebben nu een API of twee API's gemaakt voor derde partijen. Maar in dit geval specifiek gericht op PGO's. Om het uitgenut eigen risico en declaraties in te zien. Cool. Oh, super cool. Ja, dus je zou er eigenlijk alleen een nutsnode voor hoeven te hangen of naast hoeven te hangen eigenlijk. En verwijzen naar die twee endpoints en dan kun je aan de slag. Ja, precies. Nou, dat zou wel mooi zijn. Kan je dan ook zien hoeveel van de 10 fysiotherapie behandelingen je nog mag krijgen? Nee, dat nog niet. Want die case, die hoorde ik vanuit de eerste lijns. Ja. De eerste lijns van de fysiotherapie. Dat inderdaad dat men gewoon van de ene fysiotherapeut naar de andere gaat en zegt ik heb nog 10 behandelingen. Ja. En dan beginnen ze lekker met declareren en dan de laatste 4 krijgen ze niet terug. Ja, dat goed is natuurlijk, hè. Ja, maar okay, dat is een kwestie van perspectief. Niet voor de fysiotherapeut is dat niet zo handig, zeg maar. Nou ja, die stuurt dan een factuur naar de patiënt. Ja, die heeft geen geld. Ja, die had verwacht dat hij daar nog recht op had, zeg maar. Goed. Ik vind het wel even leuk trouwens, want we zien hier Hans ook zitten. Je had het altijd over zinvolle business cases. Is dit dan een voorbeeld voor jou? Denk ja. Okay. Ah, ja, het is in ieder geval een business case. De zinvolheid moet ik nog ontdekken. Nee, dat snap ik. Probleem met dit soort use cases is dat het uitrekenen van hoeveel behandelingen je nog te goed hebt, is bij sommige zorgsoorten is dat redelijk straightforward. Dat kan dat wel. Maar vaak is het ook heel erg ingewikkeld. Hm. Dus je kunt niet zomaar zeggen van, nou, dat kunnen we in het algemeen doen. Dan moet je voor specifieke dingen doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, dat is ook een bekende use case rondom brillen. De brillenboer, zeg maar, die kan je precies vertellen of je nog recht hebt op een bril. Ja. Ja. Maar dat kunnen ze helemaal niet. Wauw. Dat is echt. Dat gaat denk ik in 10% of 20% van de gevallen gewoon fout. Maar dat risico nemen ze dan gewoon. Dat is best wel vaak eigenlijk. Ja, want het is voor hun gewoon business. En dat kunnen wij natuurlijk niet maken als zorgverzekeraar. Maar zou het maatschappelijk verantwoord zijn om iedereen de hint te geven dat ze nog een bril kunnen kopen? Ja, dat is natuurlijk. Ja, daar is een heel debat over. Aan de ene kant is er een kamp dat zegt van ja, maar als je iedereen vertelt hoeveel behandelingen ze nog hebben, dan ga je zorg aanjagen. Dat is ook wel wat we zien. Aan de andere kant zie je ook dat het uitdendert op een gegeven moment. Dat mensen zeggen van ja, maar wat is dit eigenlijk? Als ik het niet echt nodig heb, dan gebruik ik het niet. Misschien kan ik dat beter opzeggen of zo. Ja, die aanvullende. Ja. Zoiets kan je natuurlijk bij één verzekeraar proberen en beginnen. En kijken wat het resultaat is. Ik ken ook een verzekeraar. Ja. Okay. Nee, maar er zijn ook best al wel, daar is ook best al wel naar gekeken. Maar er is nog geen consensus over. Er zijn altijd verschillende kampen in. Oké. Ik heb zoiets van, ja, dan moet je gewoon het belang van de patiënt voorop zetten. Ja. Dus wees daar gewoon transparant in. En als blijkt dat patiënten daar gewoon onnodig zorg door gaan gebruiken. Of dat. Want dat is veel erger wat er nu gebeurt. Is dat zorgverleners
naar zorgverleners dat weten en tegen patiënten vertellen. Van, weet je nou wel dat je... U mag nog... U mag nog 8 keer fysio. Oh ja, maar de knie is al lang opgelost. Nou ja, dan gaan we toch 3 keer een fijne massage verzorgen. Weet je wel, dat soort... Dat is eigenlijk wel een idee. Dat ik er zelf niet aan gedacht heb. Oké, okay. ik snap de afweging. Misschien moet jij ook zeggen, ja, hoe ga je erachter komen? Ja, dan moet je het gewoon op een andere manier. Maar Hugo, wil je daar nu iets mee? Want om dat nu te gaan activeren, die mogelijkheden die je hebt, richting een PGO? Nou ja, dus volgens mij hebben we daar zeer over gehad, Hans. Ja, als jij nu zegt van... ik wil graag die API's voor eigen risico en declaraties inbouwen. Graag. Ja. We hebben IVDO is daar nu mee bezig en Selfcare is daar mee bezig. Okay. En wij zijn erg benieuwd naar hoe PGO's daar gebruik van kunnen gaan maken en hoe ze dat gaan presenteren aan hun, aan hun gebruikers. Ja. Ja, ik heb daar wat ervaring mee, want wij doen dat al voor veteranen. Hè? Dat heet dan geen zorgpolis, maar materiële voorwaarden. Ja. Die ze voor hun GGZ-zorg van Defensie ontvangen. Ja. Dus dat zou ik dan op dezelfde manier kunnen of willen doen. Oké, ik kom er wel op terug bij je. Ja, ja. Nou, mooie interactie, mensen. Ja. Arthur, sorry, ja. Hugo, ten aanzien van die API's. Normaal gesproken heb je gehoord bij mij, ik ben bij mijn Zilveren Kruis, dan moet ik met een DigiD inloggen, hè, om bij die gegevens te komen. Terwijl aan de PGO-kant zit je natuurlijk niet met je publieke inlog, hè, met je DigiD. Is er nog een DigiD van een verplichting, zeg maar, om bij die gegevens te komen dan bij jullie? Ja, zeker. Hoe dat werkt, is dat iemand die heeft een login op een PGO, dat is gewoon een normale PGO-login. Die gaat... waarschijnlijk periodiek, daar hebben we nog niet helemaal, de regels daarom zijn nog niet helemaal helder. Maar waarschijnlijk periodiek naar de mijnomgeving van in dit geval VGZ. En daar activeert hij zijn PGO zodanig dat hij geactiveerd wordt voor die API's. En daar wordt wel toestemming gezien, zeg maar, afgegeven toestemming. En dat gaat via DigiD natuurlijk. In mijn omgeving moet ze DigiD inloggen. Dan moeten ze daar, dan krijg je een pincode gepresenteerd. Dan moeten ze daar een pincode in invoeren. Ja. Vervolgens krijgen ze een pin terug in PGO. En dan moeten ze daar weer een pincode invoeren, zodat uiteindelijk van twee kanten geverifieerd is of dat mag. En vanaf dat moment is de API gekoppeld voor een bepaalde tijd. En okay, de volgende keer dat ze dan die data op gaan halen, gaat het zien. Dat stelt wel wat eisen aan het PGO, in die zin dat er de komen dan, het gaat met OAuth, ja. De techneuten onder ons, en OAuth gaat met tokens, en die tokens moeten in PGO opgeslagen worden, op een zodanige manier, dat de token alleen beschikbaar is voor de gebruiker die daarbij mag natuurlijk. Ja. Dus daar zit wel een audit ook aan van onze kant, dat we zeker weten dat er allemaal goed plaatsvindt. Okay. Het zou interessant zijn om met een paar nutspartijen eens te kijken hoe we diezelfde flow zouden kunnen doen met Nuts en Irma. Nee, die hebben we al, hè? Dat is gewoon een met flow. Dus ja, ik hoor nog wat dingen over ook heen en weer wederzijds bevestigen met een pincode. Dat hebben we natuurlijk nog niet uitgewerkt. Nee, maar weet je, wij maken gebruik van Irma signatures, dus je hebt geen pincodes meer nodig, want je weet wie het is. Ja, nou, dat is niet zo. Ja, en Hugo zei volgens mij dat ze dit jaar nog wel wellicht aan de slag willen met Nuts. Ja, en Irma, wij zijn ook, dat weten jullie, hè? Wij zijn ook, wij hebben Irma zelfs al geïmplementeerd. Ja. En dat heeft ook onze warme belangstelling. Dus daar zitten ook wel aanknopingspunten. Nou, goed. Volgens mij, Hugo, is het goed als we even afspreken met wat techneuten onder elkaar. Dat we die met mijn flow, die wij ook ergens op onze documentatiesite hebben staan, dat we even door kunnen spreken. Ja. Want dan je minder met tokens te maken en meer met echt digitale ondertekeningen van de persoon zelf. Ja, spreek mij aan. En, cool.
Ja, laten we daar gewoon medio september, oktober of zo een keer voor gaan zitten. Want ik heb op dit moment nog geen techneuten beschikbaar die dat zou kunnen. En maar wat ik zeg, dit zijn ideeën. Er zit allemaal geen ideefase. En ja, ik moet even kijken hoe dat zich gaat verhouden tot andere ideeën. En hoe dat de slag om de prioriteiten gaat overleven. Ja, maar, ja, dus, ja. Jullie hebben wel even contact, denk ik dan. Ja, ik ben wel. We zijn nu een team. Dat is eigenlijk mijn oude team, was 12 man groot, dat wordt nu 17. Dus we zijn dat behoorlijk aan het opschalen. Dat is ons innovatieteam. En daar hebben we behoorlijke vrijheid om dit soort dingen te kunnen doen. Ja, nou tof. Hey, het is wel voor ons ook heel interessant dat partijen onafhankelijk van ons kijken naar hoe de beveiliging in elkaar zit zoals we dat bedacht hebben. Ja. En of het door een audit kan komen bij zo'n grote organisatie. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ja, heel graag. Ja. En dan moet je bij ons zijn, want bij ons, als je bij ons te maken krijgt met privacypolitie, dan... Nee, daarom. Ja, als jullie het goed geregeld hebben, zou je kunnen zeggen, dan ligt de lat aan. Ik heb er dagelijks last van. Ja. Nou, wij hebben ook die privacypolitie op zich. En wij hebben de illusie dat we er doorheen kunnen komen, maar het is wel fijn dat andere partijen dat ook valideren. Kunnen we net iets harder rennen, ja? Wij kunnen niet harder rennen, misschien. Met onze eigen collega's kan je gewoon, weet je, je kan een beetje lobbyen. Ja. Bij een andere partij kan het gewoon niet. Die gaan gewoon heel hard zeggen, nee, doen we niet, want X. En dan hang je, ja. Okay. Ja, ik weet niet wat jullie ervaring is, maar bij mij is eigenlijk het grootste probleem om tussen de oren te krijgen wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Onze ISO's die roepen vaak van... nee, dat doen we niet, vanuit een soort van, ja, dat kennen we niet. En ja, dat is een risico natuurlijk. Als je niet snapt hoe het werkt, dan kun je ook moeilijk inschatten wat de risico's zijn, dus zeg je nee. Dat je weet dat het opgenomen wordt, hè, Hugo? Zeg je? Je weet dat het opgenomen wordt, hè? Ja, maar maakt er niet uit. Niet te hard mopperen over je collega. Nee, dat doen wij toch ook gewoon? Ik dus dat maakt niet uit. Ja, gelukkig. Maar dat is vaak de grootste uitdaging, om daar goed over, met elkaar over gesprek te raken, zodat alle partijen snappen wat er echt gebeurt. Ja. Lijkt me goed dat we daar zo nog even over hebben, over de juridische kant. Wat zijn? Edo. En is er nog iemand in de... Oh, dat is een goeie. Ja, we hebben natuurlijk niet iedereen op beeld. Nee. Edo? Ben je er nog? Ik ben er nog. Af en toe valt de verbinding even weg, maar ik kan het meeste volgen, gelukkig. Kun je iets zeggen over de use cases waar Pink in is geïnteresseerd op dit moment? Ja en nee. Hebben wij een brede bespreking over hoe wij precies verder gaan met dit stuk en wat we ervoor gaan gebruiken en hoe wij het daarvoor gaan inzetten. We weten het nog niet zo goed. Nee, dan weet ik als het dus meer over hoe we hiermee verder gaan. Dat hebben we nog niet gebouwd. Alright. Wie is de achterpersoon? Ja, Yvette of Yvonne. Die heeft geen audio. Oké. Okay. Yes. Gaan we door naar het volgende punt, wat het betreft. Even kort terugkoppeling over de hackathon. Die we een paar weken geleden hadden. Oh ja. Ja, dat was tof. Ja, klaar. Nou, mooi. Nou, fijn. Goed zo. Nou. Moet het niet zo. Heel fijn dat we bij ProMedico konden zitten. Heel fijn dat er heel veel developers van heel veel partijen waren. We hebben in elk geval één demo gezien waarin het ook echt ingebouwd in een product werkte. Een heleboel mensen die een heel eind waren gekomen. En super fijn om heel veel feedback te krijgen van iedereen. Op wat er beter kan en wat er beter gedocumenteerd kan, met name. En verder laat ik me aan jou horen. Nou, je hebt het heel ver samengevat. De conclusies die we zelf uit kunnen trekken, inderdaad documentatie, maar we hebben de documentatiesite volgens mij sindsdien alweer helemaal overhoop gegooid. Is dat we krijgen allemaal use cases erbij. Dit gaat de technologie complexer maken. Dus we moeten elke keer op verdacht blijven van hoe we alles zo simpel mogelijk gaan houden. Ja. En we gaan ook een gedistribueerd netwerk neerzetten, wat door andere partijen beheerd moet gaan worden. Dus ja, die software die moet vlekkeloos werken en moet makkelijk te onderhouden zijn.
Als dat te ingewikkeld wordt, dan zal men gaan zeggen, tenminste is mijn inschatting, ja, geef ons maar een centrale oplossing, want dan hebben we geen genoeg. Ja. Dus dat zal altijd een heel belangrijk aspect zijn. Je moet een verdachte blijven. Ja. Een van de dingen die we ook hoorden was, het is nog relatief lastig om al die, die tech lokaal draaiend te krijgen. Nou, dat is dus... Ja. Waar we het meeting mee begonnen, dat dat nu in één keer kan met een Docker Compose. Misschien even voor die wie er niet bij was, de insteek van de hackathon of de workshop, hoe het ik heb genoemd, was om in je eigen product een stukje identiteit met Irma en een stukje toestemming met Corda aan de praat te krijgen, zodat je kunt zien waar jouw gebruiker toegang toe heeft. Of een gebruiker van een ander systeem toegang kunt geven tot data bij jou. En dat je dan, als dat gebeurd is aan twee kanten, dat je dan dus een API aan de ene kant open kan stellen voor een gebruiker aan de andere kant. En dat die gebruiker aan de andere kant ook kan zien dat hij die toegang heeft. En dan die gegevens kan opvragen bij die API aan de ene kant. En dat, dat konden we dus beproeven met verschillende partijen. En die gegevens zijn ook opgehaald, dus dat is wel tof. Cool. Cool. Ik zie wat mensen volgens mij die daar zelf dan wel collega's aanwezig waren, daar. Iemand nog iets over toe te voegen? Evaluatie technisch of gewoon überhaupt? Ik kreeg van mijn collega's terug dat voor hun de start nog wel lastig was. Zij waren niet bekend met het hele nutsproject nog. Dus ik heb ze wel wat algemene inzicht gegeven over inzicht en PGO en e-overdracht. Wat is dat? Dus men vond de start vooral heel lastig, maar na de lunch ging het een stuk beter, gaven ze aan. Oké. Ja, en er was één Belg bij, en voor hem was het nogal lastig richting DigiD en dergelijke om zaken werken. Ja. Het is een Hollands feestje, is dat dan weer, ja. Ja, we kregen dat, nou ja, DigiD is natuurlijk sowieso, gaan we nu niet over. Nou, wat interessant is, is ja, en dat we zeggen van, hey, we gebruiken nu Irma. Maar in de toekomst zouden we gewoon kunnen zeggen, ja, wij willen een eIDAS middel waarmee je attribuut gebaseerd dingen kan doen. Ja. En dan wordt het Europees inzetbaar. Ja. Prima. Ja, wat ik wilde zeggen is dat dus inderdaad de feedback die we terugkregen, we doken vrij snel gewoon hops de materie in de veronderstelling dat ook heel veel mensen wel bij de Irma workshop waren geweest de vorige keer. En dat was duidelijk niet het geval, denk ik, voor meer dan de helft van de mensen. Dus dat is voor een volgende workshop is dat aan ons ook de uitdaging om even iets meer inleiding, context en use case en dat soort dingen te schetsen. Dat was in ieder geval de vraag die ik dan intern wel meekreeg. Oké, okay. Nou mooi, dat hebben we ook opgepakt inderdaad. En voor de volgende keer kunnen we dat zeker meenemen. Ja. Maar wat ik ook tegen jouw collega's volgens mij zei, is de reden dat wij niet expliciet benoemen van dit is de use case en zo gaan we oplossen. Is dat wij jullie use cases niet kennen en niet kunnen inschatten en ook niet kunnen verzinnen wat er allemaal nog op ons af gaat komen aan use cases. Dus daarom willen we eigenlijk de tech redelijk sec de tech laten zijn. En dan mag je zelf verzinnen wat je ermee kunt. En dat is natuurlijk wel vervelend. Als je in zo'n workshop komt, wil je eigenlijk even iets van context van, maar waarom doen we dit nou voor de gebruiker? Misschien is dat nog ook wel iets voor de volgende keer ter voorbereiding, dat we mensen, deelnemers ook vragen van, heb je in ieder geval even nagedacht over een concrete use case? Hetzij je hebt over gespart met je collega's die misschien meer aan de businesskant zitten. Dat zou ik mee kunnen nemen. Maar anders zet ze het aan denken, of wat een use case kan zijn. Als dat een mooi trigger zijn. Ja, we hebben ook steeds meer concrete use cases. Dus we kunnen steeds meer verhalen vertellen over wat je ermee zou kunnen. Maar we hebben er net alweer een aantal gedeeld, dus dat helpt. Ja. Vanuit Pink is eigenlijk de vierde ook. Het was inderdaad veel kustvol in het diepe voor degene die er niet ervaren. Vond het inderdaad ook nuttig, leuk om te zien. We waren enthousiast. Maar merkte ik ook van ja, zo'n dag is eigenlijk heel snel voorbij. En ja, wat heb je dan al? Dus het is misschien goed inderdaad wat voorbereidende dingen te laten doen. Dat je echt hoeveel dingen kan bereiken die dan. Ik kan het niet echt horen. Het was moeilijk te verstaan, maar ik hoorde enthousiast. En voorbereiden. Dus... En voorbereiden is omdat je meer gedaan krijgt op een dag. Volgens mij, klopt dat, Edo? Is dat een goede samenvatting? Is het geluid zo iets beter? Ja. Oh ja. Oh kijk, nou wat ik inderdaad zei, het duurde eventjes voordat ze op gang waren gekomen, ook omdat ze wat context misten. En dat was bij meer het geval, merkten ze op. En daardoor was die dag heel snel voorbij eigenlijk.
dat is het idee hadden van, ja, kijk, nu beginnen we te snappen, nu gaan we eens even kijken wat we mee kunnen. Maar toen was het eigenlijk alweer afgelopen. Ja, en dan is het opeens huiswerk thuis. Ja. Ja. Ja, dat is altijd lastig. Ze waren wel positief inderdaad over het greep zit en waren wel positief over. Nou, volgens mij is het goede feedback. Laten we kijken voor de volgende keer inderdaad in de voorbereidingskant of daar iets al meer kunnen doen. Ja, eigenlijk is een dag ook tekort. Ja, dat weten we ook. Ja, je gaat sowieso niet helemaal iets afkrijgen dan op zo'n dag. Zeker als we straks ook de andere dingen, het adresboek en logging erbij hebben. Dan wordt het een week opsluiten in de bossen met mensen. Ja. En hoe gaan we dat allemaal in één dag proppen? Dat gaat niet lukken, denk ik. Maar goed, dat zien we dan weer. Ja, als iemand daar trouwens ideeën bij heeft of zelf een rol in zou willen spelen, wees welkom. Graag. Ons idee was in ieder geval om na de zomer gewoon weer een volgende technische workshop te doen. Dus ergens eind september. En vanaf nu misschien wel elke 3 maanden dat gewoon te gaan doen. Waarbij we dan op dat moment gewoon aan de slag gaan met de service die we tot dat moment beschikbaar hebben. Dat is ons plan voor de komende overzienbare toekomst. Daar aan elkaar geven, ja, als jullie daar dus andere ideeën bij hebben of een rol in willen spelen, voel je vrij om dat te doen. Oké. Door naar het volgende punt. Bestuurswissel. Nou, de praktisch dingetje. We hebben natuurlijk stichting als nuts. En met het bestuur. En we hadden toen we begonnen al een schema van aftreden gemaakt. En de eerste die eruit zou stappen is Wout. Wout is per vorige week geen bestuurder meer voor de stichting. En zijn plaats is ingenomen door Thomas Ferguson van Gerimedica. Wat is de volgende bestuurswissel? Staat hij er al op? Elk half jaar zouden we wisselen. Dus volgens mij over een half jaar dacht ik dat. Tim of Steven eruit zou gaan, denk Steven. Weet ik meer. Het staat ergens in onze magische bestuurswissel Excel sheet op de publieke Google Drive, waar iedereen gewoon bij kan. Het idee is inderdaad om gewoon mensen te blijven roleren op deze manier. We hebben ook nog steeds 1 plek vrij. We hebben daar nu concrete gesprekken lopen? Nee. Wat lijntjes. Via de NVZ hadden we contact, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Patiëntenfederatie hebben we eens een keer contact gehad. En via de andere bestuurders hebben we ook wel wat lijntjes uitgezet van gewoon wat zou ook iemand nog wat meer vanuit de Cure hoek in het stichtingsbestuur kunnen krijgen. Ja. Nou, ook hier ken je mensen, ben je mensen die zou passen in dat profiel, voel je vrij om te solliciteren. Ja, Cure of patiëntenkant. Cure of patiëntenkant, ja, ik denk dat de langdurige zorgkant goed vertegenwoordigd is. Inmiddels. Oververtegenwoordigd. Ja, het gaat allemaal land uiteindelijk. Ja. Dus dat. Oké. Okay. Iemand nog vragen, opmerkingen over? Nee, het is oké. Alrighty. Nou, de podcast staat live. We gaan echt een hak op de tak, dit is een heel. Hak op de tak, ja. Podcast, waarom podcast, Tim? Waarom zijn er een podcast? Nou, Mark en ik zijn begonnen een podcast. En dat zijn we eigenlijk al best wel lang geleden, stiekem. Ik denk wel bijna een half jaar geleden. Om eens te oefenen, te proberen en wat dingen op te nemen en verder kant op onze plaat te gaan en het nog een keer op te nemen. Zo langzamerhand begint het een beetje leuk te worden. Dus we zijn nu mensen aan het interviewen in podcasts en dat doen we nu ongeveer elke 2 weken pak een beet. En vaak komt daar dan ook een podcast uit waar we tevreden mee zijn. En de reden daarvoor is dat we merken dat het moeilijk is om het verhaal te vertellen. En dat we vaak dan meetings hebben met partijen die geïnteresseerd zijn. En dan zit je een uurtje met elkaar te praten. Maar er moet bijna altijd nog een tweede meeting op volgen met een uurtje uitleg. Of er moet, mensen komen naar een presentatie van wat we doen. En dan denken ze, oh, dat is wel interessant. Maar het kwartje valt niet echt totdat ze nog een tweede en een derde en een vierde keer een presentatie hebben gezien. Het is gewoon best wel een taaie materie. En wat we doen is best wel technisch complex. Dus we dachten, hoe kunnen we dat nou iets meer in een soort van langer formaat gaan uitleggen. En de eerste gedachte was, we gaan een long read schrijven, heel veel schrijven, heel veel tekst. En we dachten, ja, wie heeft daar zin in, überhaupt? Wij hebben geen zin om te schrijven en andere mensen hebben geen zin om te lezen. Dus toen dachten we, nou, we gaan het gewoon vertellen en dan gaan we het opnemen. En dan noemen we het podcast. Zodoende. Ja. Maar het is natuurlijk ook een idee, want als je straks alle use cases die actief zijn moet gaan uitleggen, ja, dan heb je al meer dan een uur nodig. Ja, daarom. Ja. Ja. Precies, dus dat was ons idee ook. Het is een vrij format, dus we zijn begonnen met eerst maar eens heel bazaal uitleggen waarom Nuts er is, zeg maar, en hoe we het georganiseerd hebben. We proberen nu op de 4 thema's die we geïdentificeerd hebben wat in te zoomen. Dus we hebben een podcast met Bart Jacobs van Irma.
Ja. We hebben eentje met Mark Smits over privacy. Dus, nou, die staat niet online. Maar... Nee, die wordt nog online gezet. Maar zo zijn we dus wat onderwerpen aan het uitleggen die direct, dan wel indirect, te maken hebben met wat we aan het doen zijn met elkaar. Dus heb je daar zelf ook, heb je zelf een goed onderwerp? Ja, ik heb een mooie use case waar je over doet. Ken je iemand heen dat is de expert op het gebied van security of decentrale netwerken? Schiet die persoon naar voren, want misschien is het interessant om niet te gaan interviewen. Ja, en waar kunnen we ze zeggen? Waar wordt die gepubliceerd, die podcast? Dat is een hele vraag. Ja, ze staan nu op iTunes en op Spotify. En hij heet Going Nuts. Ja. Dus als je zoekt op Going, hij staat nog niet verwezen vanaf de website of zo. Dus, zijn we nog mee bezig? Hij staat wel her en der genoemd op LinkedIn en in onze Slack-omgeving. Maar als je op Spotify of iTunes zoekt op Going Nuts, dan vind je soms ook wel. Ik vond wel Spotify moeilijk te vinden. Ja, hij staat nog niet zo hoog geïndexeerd. Nee. Maar er moeten meer mensen op klikken, dan komt hij hoger. Ja, je kunt dat icoontje wel herkennen. Ja, je herkent het Nuts-logo wel en het Nuts-rood. En dan denk je, oh ja, die moet ik hebben. Kan niet missen. Even kijken. Ja, helaas moet je dan wel een half uur naar onze wets luisteren, maar dat is dan niet anders. Ja, want is dat niet anders, hè? Oh, dankjewel. Ik zie het als een cue om door te gaan naar het volgende agendapunt. Er staan er nu 3 live en als het goed is komen er zo elke maand eentje bij of zo, een paar weken. Ja, dat is het idee. Alright. Terugkoppeling, Irma Meetup. Oh, daar hebben we het eigenlijk al stiekem over gehad, hè? Oh ja. Nee, wacht, dit is de meetup. Sorry, wacht even. Nee, dit is de meetup vorige week. Ja, jij was erbij. Wat willen we daarover terugkoppelen? Verbetering Irma UX vanuit Dutch Community, had ik gezegd. Oh ja, dat is wel leuk. Vorige week vrijdag was ik samen met collega's van Healthcare hier was ik bij de Irma Meetup. En de Irma Meetup is elke 2 maanden, geloof ik, pak een beet. En dan geven ze gewoon plenair een aantal presentaties over wat er gaande is in de wereld van Irma. Misschien voor ons in de toekomst ook nog wel een heel leuk format. Altijd een goede vibe en er komen heel veel geïnteresseerde mensen op af. Er waren presentaties van Ivido over wat ze aan het doen zijn met Irma van de gemeente Amsterdam. Over wat ze aan het doen zijn op het gebied van UX design van de Irma app. Dus hoe kunnen we het fijner, makkelijker, gebruiksvriendelijker maken. Dat laatste thema, dat triggerden wij ook even op vanuit Nuts. Omdat de Irma-app is fantastisch in wat het mogelijk maakt en de crypto die eronder ligt. Maar het is nog niet fantastisch voor de gemiddelde Nederlander in gebruik. En de uitdaging waar we denk ik samen voor staan, dus samen met Privacy by Design en dus de gemeente Amsterdam en iVideo en nou ja, heel veel partijen, is hoe gaan we dit zo makkelijk maken dat iedereen ermee aan de slag kan, dat de gemiddelde Nederlander het kan gebruiken. Dus daar hebben we nu over afgesproken dat we over 2 weken, nog niet eens, anderhalve week geloof ik, dat we bij elkaar zitten met dus deze partijen. Pardon. En dat we dan gaan verkennen wat zijn de verschillende use cases. En passen die in het nieuwe voorstel dat de gemeente Amsterdam heeft gedaan voor de UX van de Irma app. Dus dat is wel tof. Verder werd daar gepresenteerd dat SCDN de hosting langdurig gaat overnemen. En dan hebben we het over de Keyshare server van Irma. Dus dat is het ding waarmee je account kan intrekken als je telefoon kwijt bent geraakt. En dan hebben we het ook over de uitgifte van attributen die Privacy by Design Foundation nu nog doet op haar website. Een timestamp, gok ik zo. En een timestamp server, inderdaad. Die gaan dus gehost worden bij SIDN. SIDN is de stichting Internet Domeinnaam Nederland. En die hosten dus ook eigenlijk alle infra die nodig is om de .nl domein in de lucht te houden. Dus dat vind ik wel een hele mooie plek om zo'n soort initiatief te laten landen. Dus dat is heel positief. En het derde, de vierde wat gepresenteerd werd, was dat de verschillende Nederlandse gemeenten nu samen Irma-attributen gaan uitgeven via DigiD, dus de BRP-attributen. Dat doet nu de gemeente Nijmegen, zoals jullie weten. Dus je kunt inloggen met DigiD bij de gemeente Nijmegen en haal je Irma-attributen op. Dat gaat straks technisch gezien nog steeds zo zijn, want de afspraak is gemaakt dat Nijmegen dat beheer gaat opnemen. Maar ze gaan het white labelen, dus je kunt via je eigen gemeentewebsite met behoud van je eigen gemeentedesign en branding, kun je je attributen ophalen straks. En er staan nu, ik had even geteld, er staan nu 31 logootjes van 31 gemeenten op de website. Dat zijn ook echt wel grote gemeenten, dus dat is heel cool. Een paar te noemen, Groningen, Utrecht,
Amsterdam, Eindhoven, Den Bosch. Eindhoven, Den Bosch zijn echt wel gewoon een serieuze gemeenten met een serieuze aantal inwoners. Mm-hmm. Dus dat is heel cool om te zien dat die nu de handen ineens slaan en zeggen we gaan samen die attributen uitgeven. En dus ook samen dat beheer bekostigen en ondersteunen. Dus dat zijn denk ik de relevante thema's vanuit de Irma Meetup. Ja, ja, je ziet dat dat die beweging van de gemeente invloed heeft op BZK. Dus de wijzigingen in de wet digitale overheid. Dus dat is op zich ook wel weer mooi. Ja. Welke invloed heeft dat dan? Nou, voorheen stond erin van we gaan aansteden en kijken welke digitale inlogmiddelen er komen. Ja. En nu hebben ze gezegd, nou, er is zoveel beweging in de markt. We gaan waarschijnlijk over op een stelsel van goedkeuring in plaats van aansteden. Oké, dus met andere woorden, we gaan gewoon kijken of het middel voldoet. Ja. En zo ja, dan is het oké. Ja, kun je het certificeren. Oké, cool. En misschien even, want je ging er van vlot overheen, Tim, maar ik heb zelf het idee dat de gebruiksvriendelijkheid van de Irma-app nu een vaak gehoord soort van tegenargument is van alle andere partijen om te zeggen, die kan niet. Ja. Met Hugo's woorden, ik merk dat ik dat zelf ook vaak hoor. Het kan niet, of het mag niet, of het wil niet. Ik weet niet, dat zijn die woorden, die ken ik eigenlijk helemaal niet zo. Ik denk alleen maar van hoe dan wel. En dat vind ik wel het mooie ook van Irma, dat het ook gewoon open source is. Dus volgens mij, als je zegt, ik ben nog niet 100% enthousiast over hoe die app werkt. Ja, we kunnen het helpen slaan. Help dan mee er een betere oplossing van te maken. Ja. En dat is misschien ook wel nog de uitnodiging. Of ja, laat ik er ook een concrete oproep van maken. Ja. Ik heb op onze Slack-omgeving geroepen wanneer we die UX-meeting hebben. Stuur daar ook dus je UX-mensen, je designers, je user-researchers, stuur ze erop af. Zodat we met een grotere vertegenwoordiging daar zitten en we die app echt een slag beter kunnen gaan maken. Ja, dus ook als jullie zelf, als je zelf mensen in dienst hebt op dat vlak, is even van nou, daar wil ik wel graag een bijdrage aan leveren. Ja. Meld je aan. Ja, en dat mag bij mij. Ja. Arthur? Ik ben een fan van Irma en ik heb hem op mijn telefoon staan en ik vervolg alle updates. En ik heb al onder andere een Qli-account en een iVideo-account. En van de week heb ik even uitgeprobeerd wat iVideo doet met Irma. Wat me verraste was dat je door middel van je inlog op je telefoon gewoon kon inloggen op de iVideo en de uitgang werd gedaan op je telefoon. En daardoor kreeg je wel je inlog geregeld. Dus dat is best wel een grote stap voorwaarts, denk ik. In het kader van gebruiksvriendelijkheid. Ja, iVideo is wel leuk bezig. En we hadden het net even over die Met Mij proeftrajecten met Irma. iVideo is ook samen met onder andere Chipsoft ook met een proeftraject bezig om in te loggen met Irma bij het PGO, vanuit het PGO bij de zorginstelling. Dus dat zijn best wel hele leuke ontwikkelingen. En laten we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar ook vieren met elkaar en helpen promoten. Ja, het ziet er gewoon beter uit en het werkt al beter, is mijn ervaring dan, in het kader van een beperkte testgebied natuurlijk. Oké, cool. Gaan we weer naar het laatste onderwerp, juridische meeting. Openstaande acties en garanties met betrekking tot toegang tot het netwerk. Bart heeft de camera uitgezet, denk ik. Want ik zie het huis wordt over. Dat is al 8. Oké, je bent er nog. We hadden 2 weken geleden, denk ik, 3 weken geleden. Een juridische sessie bij Maalse Het in Driebergen met een aantal partijen, tenminste met een aantal mensen die zowel technische als juridische kennis hebben om eens een eerste verkenning met elkaar te gaan doen van nou, gegeven dit decentrale netwerk wat we aan het optuigen zijn, gegeven dat er geen partij in het midden is waarmee iedereen dus verbindt. Waar je dus ook geen contract mee kan tekenen. Precies. Welke risico's, dan wel uitdagingen, zien we dan op juridisch vlak als het gaat om is dat wel veilig, hoe is dat te beoordelen door een externe partij, nou, dat soort zaken. Volgens mij hebben we een heel whiteboard volgekliederd. Die foto's hebben we ook gedeeld via Slack. En we hebben ook de deelnemende personen gevraagd van wie is er bereid om op de onderwerpen waar we nu vraagtekens hebben, eens wat verder in te gaan zoomen en wat dingen uit te zoeken. Ik geloof dat Nick Verboom van Gere Medica heeft wat dingen uitgezocht. Dat is een juridische ontwikkelaar aan hun kant. Ja. Ik geloof dat hier beneden op Olaf van Zandwijk een aantal acties op zich heeft gepakt. En zo zijn er wellicht nog meer mensen die zeggen, nou op dat vlak ben ik best wel bereid om wat dingen te verkennen, uit te zoeken, et cetera. Ja. Ook dat delen we via de Slack channel over juridische dingen.
Ja, wat daar bijvoorbeeld een hele, ik weet niet of jullie die behandeld hebben, een hele relevante zou zijn, is hoe snel is het systeem van die andere leverancier? Want jouw user interface gaat natuurlijk ontzettend traag worden als de andere kant heel langzaam gaat reageren. Ja. En moeten we daar afspraken met elkaar over maken of niet? Ja. Daar hebben we niet over gehad. We hebben het wel gehad over uptime garanties. Ja, oké. Okay. Dat zit wel in het verlengde hiervan. Ja, dat is minder. Kijk, weet je, als een systeem down is, dat is geen probleem. Dat zie je meteen. Ja, dat weet je wel heel snel, ja, precies. En, maar dat was een aantal jaar geleden, was er ergens. Waar was dat ook alweer? Toen lag bijna heel internet eruit. Oh ja, Amazon die was ongeveer 1 byte per seconde aan het verwerken in plaats van normale snelheid. Hmm. Waardoor niks kapot gaat, maar alles heel langzaam wordt. Wat erg erg is. Wat super erg is. Ja, misschien kunnen we er 1 tipje van de sluier over oplichten. Wat we hebben verkend is eigenlijk wat is de verantwoordelijkheid van de aanbiedende leverancier. Of dat nou van een zorginstelling is of van een PGO. En wat is de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben als soort van stelsel? En zijn we wel een stelsel, omdat we eigenlijk allemaal individuen zijn, of individuele partijen zijn die met elkaar koppelen? Hebben we over nieuwe wetgeving gehad ook? Wat bedoel je met een nieuwe wetgeving? Wat de definitie gaat worden van een zorginfrastructuur? Nee, die hebben we helemaal buiten beschouwing gelaten. Daar kunnen we toch niet echt op voorsorteren, want we weten nog niks over. Nee. Maar waar we het wel over hebben gehad, bijvoorbeeld. De stichting gaat straks iets van een certificaat uitgeven waarmee je in het netwerk mee kunt doen. Dat is een beetje hoe we dat nu technisch hebben bedacht. Wat voor voorwaarden zouden we moeten verbinden aan het krijgen van zo'n certificaat? Is dat enkel en alleen de reguliere certificering? De N75 nog wat dus en de ISO Hub? Is dat helemaal niks? Krijg je het gewoon als je zegt ik wil er graag heen? Hoeveel bestuurders moet je kennen? Ja, hoeveel mensen moet je hebben gegolfd? Hoeveel steekpenningen moet je betalen? Nee, dat is gewoon gekkigheid. Hier is wel bijna op, dus op zich. Wat is je uptime? Wat is je response time? Moeten we daar voorwaarden aan gaan verbinden? Hoe ga je om intern met de data die je hebt opgehaald? Moeten we daar iets over gaan zeggen? Want wat het wel tricky maakt, en daar hou ik het dan bij voordat we helemaal de diepe krocht in gaan. Wat het wel tricky maakt is dat je als leverancier, ICT-leverancier, ook een soort van goed huisvaderschap geacht bent in stand te houden. Dat als jij redelijkerwijs kunt vermoeden dat de andere partij waar je gegevens aan afgeeft, dat die niet goed omgaan met die gegevens, bijvoorbeeld dat zij hun beveiliging niet op orde hebben, dan is het jou wel aan te rekenen als je dan toch die gegevens afgeeft. Ja, dan heb je daar wel een verantwoordelijkheid in. En dat maakt hem natuurlijk best wel spannend. Dat maakt hem lastig, want eigenlijk zou je met nut willen zeggen, als die gebruiker aan de andere kant die partij vertrouwt. Dat is zijn keuze dan? Is het zijn keuze. Je gaat toch wel gegevens met die persoon delen. Is het niet via fax? Of is het niet via nut, dan wel via fax? En dan belandt het toch wel in dat systeem, dus wat maakt het eigenlijk uit? Alleen de wet zegt dus dat je wel een verantwoordelijkheid hebt als leverancier en dat je het niet zelf mag afgeven. Dus dat zou dan een aanleiding zijn om dan misschien te zeggen, oké, dus we gaan een bepaalde certificering en misschien ook wel nog wat aanvullende eisen verbinden aan het ontvangen van zo'n certificaat. Maar dat is wel tricky, want we willen ons uiteindelijke doel is de toegang tot het nutsnetwerk zo simpel en zo licht mogelijk maken, zodat iedereen die dat wil, en daar een belangrijkheid mee kan komen. Misschien geen audit van een half jaar. Nee, precies. En van zoveel de duizenden euro's, dat je wil ook gewoon kleinere partijen de mogelijkheid geven om mee te doen. Exact. En misschien nog even om aan te vullen, want dat zeggen we wel vaker, maar dat is geen doel op zich. Wat ons betreft heeft die stichting bij voorkeur geen rol in dit hele gebeuren. Alleen we kunnen nog steeds niks beters verzinnen dan dat de stichting dan maar ergens het certificaat gaat uitgeven. Ja. En ik zou het ook helemaal prima vinden als een andere partij dat doet dan de stichting Nuts. Dus nou, dat hebben we gepitcht trouwens bij VWS. Dat we dat wel leuk zouden vinden als VWS dat zou doen. Ja, als er een partij is met een maatschappelijk belang. Trouwens van VWS. Lijkt een maatschappelijk belang die dat wel goed op zich kan nemen, dan toppie. Ja. Oké. Nou, mocht iemand daar zich ook nog geroepen voelen om een bijdrage te leveren, check het Slack-channel en roep dat je er bent en of je ergens mee kan helpen. Ja, weet je niet van juridische? Juridisch, heet het gewoon. Oh, juridisch, oké. Dan zijn we de rondvraag aanbeland. Iemand nog een vraag? Ik lees jullie wel even op van links naar rechts, dat makkelijkst dan iedereen zeker zat. Arthur? Ik was alleen even benieuwd naar die user experience, die staat de 22e geloof ik, hè? Ja.
En heb je dan ook een gebruikerskant nodig, dat je zegt van dat kan handig zijn? Of is het meer echt weer op de techniek en dat je weet wat de onderlinge uitwisselingszaken zijn, waardoor je dan niet een gesprekje krijgt, maar een algemeen beeld? Wij gaan met user experience designers en wel experts gaan we nu meeten. En Amsterdam is in elk geval druk bezig met ook dan hun ideeën en prototypes weer voor te leggen aan echte gebruikers. Maar dus deze sessie is daar niet voor. Nee, okay. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de uitkomst. Ja, ik ook. Oké, okay. Cool. Hans? Ik heb geen vragen, alleen een dankjewel naar jullie. Nou, graag gedaan. Dat geldt voor ons allemaal, hè? Dus, mooi. Mark Meerland? Ja, nou, niet met directe vragen, maar tijdens het architectuurcongres afgelopen mei hoorde ik voor het eerst van het OTV, online toestemmingsverklaring. Voorziening. Ja. En dan vroeg ik mij af hoe dat past binnen de initiatieven van Nuts, of daar raakvlakken zijn, of concurrentie. Ik denk dat we daar heel uitgebreid alles op kunnen geven. Misschien kun je het heel kort samenvatten, Wout, en misschien nog een keer later uitgebreider. Ja, toevallig over 2 weken zit ik ook met Albert Vlug en Tosca Noorlander van OTV/GTS. En GTS was het project vanuit NICTIS, dus eigenlijk VWS, om te kijken of die toestemmingsvragen dat wel gaat landen. Toen kwamen ze met 160 vragen. Brief terug, gaat niet werken. Laatste update is dat ze het teruggebracht hebben naar 28 ja. Vragen. Maar dat is alleen voor de cure, nog niet voor de care. Dus het wordt alsnog meer. Kijk, vanuit Nuts, waar we goed gebruik van kunnen maken, is al het onderzoek wat zij doen, ook met gebruikersgroepen. Is dit te snappen? Ja. Ze hebben dus al laten zien van, ja, de meeste mensen maakt het niet uit of ze nou eens vraagt, mogen alle huisartsen erbij of mag alleen jouw huisarts erbij? Men verwacht, ja, het zal wel alleen mijn eigen huisarts zijn. En als ik kan zien wie er aangezeten heeft, vind ik daar ook wel genoeg. Dus dat is wel heel inzichtelijk. Welke vragen er precies gesteld worden, vinden we natuurlijk ook allemaal heel interessant. Allemaal werk wat we gewoon kunnen gebruiken. Ja, en hoe je de vraag presenteert, zodat ze valide zijn. En waar zij weer in geïnteresseerd waren, was de insteek die wij hebben van, we gaan dit bootstrappen vanuit de leveranciers en de klanten daarvan, die al heel veel toestemmingen geregeld hebben, alleen wat een hele subset is. Maar ja, als je al die subsets bij elkaar optelt, ben je misschien wel ook compleet. Dus daar waren zij weer geïnteresseerd in. Vanuit de techniek moeten we eigenlijk zeggen, gegevens mogen uitgewisseld worden wanneer er een juridische grondslag is. En dat kan allerlei zaken zijn. Het kan zijn dus expliciet toestemming geven, maar het kan ook zijn dat er een verwijzing gedaan wordt. Dat is eigenlijk ook een grond voor gegevensuitwisseling. Maar de crisiskaart bijvoorbeeld ook. Als er een noodtoestand is, dan heb je eigenlijk ook een grondslag om gegevens uit te wisselen. En ik denk dat we praten nu vaak over consent, dat een blokje is. Maar dat meer gaat toebewegen naar een grondslag. En dat wij gewoon allemaal bewijzen gaan opslaan. Maar dat we ook dus een component kunnen neerzetten van, je hebt hier een afslag naar het OTV. Want ze gaan het zo maken dat je ook notificaties kan ontvangen wanneer dingen gewijzigd zijn die interessant zijn voor jouw klanten, zodat je een lokale cache kan gebruiken. Dus als een OTV down is, dan kan je cache gebruiken. Wij kunnen natuurlijk zeggen, we hebben dat ook gewoon als inputbron. Wat wij wel nog als kanttekening gaan brengen is, als ik dan zeg maar de NetApp-pad opdoe, is ja, we hebben ook eenpitters als klant of hele kleine organisaties. Wij kunnen niet afhankelijk worden van een UZI-infrastructuur om daar toegang te krijgen. En we hangen gewoon aan het internet. En ze hadden ook al een use case besproken, dat je bijvoorbeeld vanuit de HAP, dat een specialist zelf de toestemming kan regelen, maar dan heb je een UZI-pas nodig. Ja, al onze gebruikers, die werken mobiel. Ja. Dus dat wordt geen UZI-pas. En dat zijn de dingen die wij weer terug gaan dragen. Maar daar zijn we zo in gesprek met elkaar. Ja, dat is geen kort antwoord, dat was lang antwoord. Ja. Ja. Maar nee, misschien nog één. Wellicht wel volledig genoeg voor Mark. Ook. Volgens mij gaan wij op dit moment iets sneller. Dus het is goed om met elkaar in gesprek te blijven. Maar het is ook goed om gewoon op basis van je eigen principes en je eigen manifest dingen te ontwikkelen waar je in gelooft. En het zou heel mooi zijn als we met die tech dan weer OTV kunnen gaan versterken of kunnen gaan decentraliseren of zo. En dat is
Dat zou wat mij betreft insteek zijn. Ja, kijk, als wij gewoon zeggen, we pakken alle overdracht, we pakken alle crisiskaarten, en we pakken wat er in het PGO geregistreerd is, we pakken wat zorgaanbieders zelf registreren, en we pakken wat er vanuit OTV beschikbaar is, nou, een compleet beeld. Ja. Oké, geef de antwoord op je vraag, Mark. Ja, dankjewel. Cool. Er is wat gerust nu, maar Bart volgens mij dan nu. De blokjes zijn verplaatst, ja? Nee, geen vragen. Geen vragen, Hugo? Geen vragen, wel een gedachte, een stukje opmerking rondom het uitgeven van het certificaat om mee te mogen doen. Ik ben een beetje tegen de principes dat er geen centrale entiteit is die bepaalt wat gebeurt. Ja, zeker. Jammer genoeg is de technologie nog niet zo ver dat het kan zonder een trusted route. Ja, je hebt iets van een PKI-infrastructuur nodig. Tenminste, wij zien nu nog geen technisch mooiere oplossing dan dat. Ja, maar eens eigenlijk wil je dat. Voel je uitgenodigd om een beter idee te hebben dan wat we nu hebben? Ja. Ja, dat zit gewoon op de TLS-verbindingen. Die moeten beveiligd zijn. En dat kan niet zonder een route. Ja. Nee, ik heb er zo geen oplossingen voor. Maar, We zijn het helemaal met je eens namelijk, dus dat is volgens mij het punt dit. Maar ja, we zitten daar nog even in de bureau. Ja, dat hebben we ook op de site beschreven hoor, op de documentatiesite, de technische site. Je hebt aan de ene kant dus een route die vanuit de stichting of misschien wel VWS gaat komen. Maar je hebt aan de andere kant echt een gebruiker nodig om gegevens te gaan op te halen bij een andere leverancier. En die gebruikersinfrastructuur waar we dus nu Irma voor gebruiken, die heeft een andere route. Ja. En dus je hebt als stichting heb je controle over wie met elkaar mag verbinden, maar je kan niet bij de gegevens. Nee, maar niet over wie er dan waar bij mag. Nee. Precies, dus een hele beperkte rol eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat is nog een soort van een kleine troost. Ja. Nou, oké. Edo? Nog wat? Er is een nummer 9 nu ook trouwens, ook wel grappig. Edo, heb jij nog een vraag? Kunnen we niet zien? Nee, ik heb verder geen aanvullingen meer. Oké. Yvette, denk ik niet dat we haar gaan horen. Vincent, je komt echt nu net nog binnen, denk ik. Ja, een beetje last minute. Ik dacht misschien is er nog. Heb je de mosterd meegenomen? Toch welkom. Toch welkom hoor. Heb je nog een misschien? Ja, we zitten in een rondvraag, dus je mag ook één vraag stellen. Nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee. Nou, wij ga ik lekker terugkijken zo. Misschien kun je je nog even voorstellen, Vincent, en je betrokkenheid bij Nuts. Oh ja, dat is wel een goede. Even toelichten. Vincent van den Berg. Ben werkzaam bij Chipsoft en ben zijdelings betrokken bij Nuts. Eigenlijk in de zin van volgen en kennis delen. Samen kijken hoe we verder komen in de toekomst. Alright. Dankjewel. Heb ik nog een vraag? Misschien een soort oproep of algemene vraag van voelt iedereen zich geroepen om mee te gaan naar kennismakingsafspraken met andere partijen? Ik merk dat ik plan van alles op Slack, zeg maar, van we gaan nu daarheen, we gaan nu daarheen. Voel je vooral wel geroepen om dus gewoon mee te gaan? Anders zit ik er vaak in mijn eentje en dan is het wat we allemaal wel zo horen van ja, dan zit dus die nuts van NEDAP weer. Nee. Van die markt van Nederland, maar als jullie ook meegaan, dan zitten we daar in ieder geval met meer partijen steeds. Dus voel je wel geroepen om daar gewoon heen te gaan. Steeds meer trouwens van dat soort afspraken probeer ik ook via Zoom te plannen. Dus hoef je niet fysiek ergens heen, dus dan is het alleen even een uurtje, een videocall met een leverancier of partij die interesse heeft in ons initiatief en die er wat meer over wil weten. En dan zie je het volgens mij dat we daar dan ook al meteen met twee of meerdere partijen aan de andere kant zitten. Dus het is meer een oproep dan een vraag. Zo. Goed. Goed. Wat? Nee. Tip. Nou. Zijn we door. Zijn we klaar. Bedankt. Allemaal weer. Fijne vrijdag nog. En dat was een fantastisch goed weekend. En een fijne vakantie voor de brengen. Fijne weekend. En een fijne vakantie die nog weg gaat inderdaad. En tot over 4 weekjes. Jum. Hoi.